Geweld bij conflicten moet altijd worden vermeden, stelt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Ramdin sprak zondag tijdens de herdenkingsceremonie ter nagedachtenis van de gesneuvelde militairen van het binnenlands gewapend conflict. Een natie moet leren van gebeurtenissen in de geschiedenis, zegt Ramdin. We zijn het daarom verplicht aan deze gesneuvelde militairen, in onze eer en respect aan hen, dat we leren uit de geschiedenis, uit die zwarte bladen in onze geschiedenis. En ervoor te waken dat geschillen onderling niet met geweld opgelost worden. Geweld en de dood van onschuldige burgers of van burgers die hun simpelweg hun taak uitvoeren, kan nimmer de oplossing zijn van een conflict. En vandaag aan de dag ervaren we in de wereld militaire conflict situaties in delen van de wereld het belang om vroegtijdig te zoeken naar passende oplossingen via dialoog en onderhandelingen. De bewindsman geeft aan dat er in andere landen elk moment mensenlevens eraan gaan en nabestaanden met pijn moeten leven. Het is daarom een grote daad wanneer iemand zijn of haar leven geeft voor land en volk door te dienen in het leger.